ik aan Mieke denk, dan bewonder ik haar altijd voor haar grote dossierkennis. En ze drukt dat uit in heel concrete voorstellen en ze durft ook haar nek uitsteken. Wat erop wijst dat ze een moedige vrouw is. Hetgeen mij meest bijblijft, is dat Mieke erin geslaagd is van hoofd te worden van het VSKO. Dat is aan niet veel mensen gegeven. Zij was de eerste vrouw. Wat dus wil zeggen dat er rond Mieke een groot vertrouwen gegroeid was. En dat is iets wat mij altijd zal bijblijven als ik aan Mieke denk. Eerste vrouw en groot vertrouwen in haar. Wat mij altijd opviel bij haar, in haar publieke optredens, dat ze de identiteit van het katholiek onderwijs altijd opnieuw bevestigde. Maar het heeft haar nooit tegengehouden om met andere onderwijsnetten heel goed samen te werken. Zij was iemand die altijd bereid was tot dialoog. Zij zou nooit tot het uiterste gegaan zijn of mensen vernederd hebben. In de discussies die zij voerde, bijvoorbeeld op televisie met andersgezinden, was Mieke altijd tot dialoog bereid. Dat is heel belangrijk. Mieke en pensioen, dat is bijna tegenstrijdig. Ik hoop dat ze nog passie vindt in het werk, dat ze ongetwijfeld verder zal doen en dat ze gelukkig blijft met haar echtgenoot en haar kinderen en kleinkinderen.